Breda Nu. Je weet het meteen. In het skatepark van Breda, Pier 15, werd het Nederlands kampioenschap skateboarden georganiseerd. De deelnemers uit heel Nederland deden mee in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 31 jaar. De NK's krijgen steeds meer aandacht omdat skaten voor het eerst op het Olympisch programma zal staan tijdens de volgende Olympische Spelen in Tokio 2020. Hebben jullie lekker getraind? Ja hoor, zeker. Jij bent een Breda's speler, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Breda skater. Ja. Hoe vaak heb je hier nou getraind al? Gisteren, hè? Ja, zeker. Gisteren en ik kom hier bijna sowieso iedere dag. Dus, maar, heb jij nou een voordeel ten opzichte van andere skaters? Omdat je de baan een beetje kent? Ja, dat denk ik wel. Maar er zijn ook skaters die beter zijn dan ik. Ja. Dus ja, die hebben altijd een voordeel, weet je wel. Hoe word je kampioen? Ja, eigenlijk ook wel gewoon een momentopname. Het is gewoon geluk hebben. Die dag skate ik toevallig goed. En toen zat het mee, maar voor hetzelfde geld zit het één dag niet mee. Zeg jij dat er dus veel skaters zijn die op hetzelfde niveau zitten? Ja, heel veel. Het hangt er echt vanaf wie de wint, wie zijn dak heeft. En is de sfeer onderling echt competitie of vriendschappelijk? Vriendschappelijk, niet echt competitie, ja. How is it to be a jury member? I mean, considering your age, if I may say so? Well, it feels all right. On one side, and on the other hand, it's a responsible thing that we do for our fellow skateboarders to put points for their performance on the skateboard when they're competing for the prize. Ga jij je meten met de kampioen van vorig jaar? Ja, ik denk het wel. Ja. Ga je ook naar Amerika? Ja, zou mooi zijn, hè? Kan jij in het kort wat vertellen over de Breda'se skaters zien? De Breda'se skaters zien, nou, super vet. Gewoon iedereen die skate is gewoon chill tegen elkaar. En ja, iedereen kent elkaar ook gewoon. Dus ja, is helemaal vet. Wat is jouw drive om hier als jurylid bij te zitten? Ja, skateboarden is een passie. En dat zit in je hart. En ja, het is gewoon mooi om bij elk evenement aanwezig te kunnen zijn. En als je in de jury zit, heb je gewoon een hele mooie spot om het skateboarden te zien. En je moet daar neutraal in zijn om dat te kunnen beoordelen ook. We zijn met 5 juryleden hier bij het NK, hier in Breda Pier 15. De hoogste score en laagste score die zullen afvallen. Waardoor je een gemiddelde eigenlijk hebt van de 3 juryleden met de punten die overblijft. Breda Nu. Je weet het meteen.